Waarom organiseert u dit debat op het college? Nou, we vinden het belangrijk dat leerlingen betrokken zijn bij de samenleving en bij de politiek. Dus we willen proberen om hen ook te betrekken bij een politiek debat. En zeker als het gaat om een politiek debat in Amstelveen. Dat raakt hen ook. Dus interessant en belangrijk voor ons onderwijs, denk ik. Jij gaat zometeen het gesprek leiden, mede. Heb je dat al eerder gedaan? Nee, ik heb nog nooit zoiets eerder gedaan als het debat zelf leiden. Maar ik heb wel eerder op het podium gestaan. Welke thema's denkt u dat voor de jongeren belangrijk zijn? Nou, ik denk dat voor hen belangrijk is maatregelen of dingen die hen raken. Bijvoorbeeld, zijn dat? Nou, zo'n pas afgekondigd alcoholverbod. Een schoolgebouw, is dat nog wel van deze tijd? Moet dat niet aangepast worden? Is er veel te doen voor jongeren in Amstelveen? Hoe is het met huisvesting voor jongeren? Ik denk dat, en bijvoorbeeld ook iets wat hen raakt met scooters, met verkeer, met die mosquito's die gebruikt worden. Dat zijn dingen die hen raken, denk ik. Denk je dat het felle discussies worden? We hebben het zo georganiseerd dat de mensen die vaak tegenover elkaar staan, dat die inderdaad tegen elkaar moeten debatteren. Dus het kan zeker zo zijn. En mogen leerlingen ook vragen stellen? Ja, het is een beetje de bedoeling à la college tour. We hebben twee presentatoren die op het podium staan. Eén die door de zaal loopt. En die ene die door de zaal loopt heeft een microfoon die aan de leerlingen vragen kan stellen of zij nog iets weten. Wat zijn de andere onderwerpen waar je het over gaat hebben? Qua onderwerpen zelf hebben we ook maatschappelijke stage. Die is afgeschaft en wellicht zijn er nog nieuwe ideeën over of die wel afgeschaft moet zijn. Dat soort dingen komen ook aan bod. De stelling waar we het over gaan hebben is, jongeren moeten actiever worden betrokken bij de politiek in Amstelveen. Wat voor dingen loop jij zelf tegenaan hier in Amstelveen waarvan je denkt van dat zou anders moeten? Het is nogal een stad voor gezinnen met weinig jongeren. Vooral de uitgaansgelegenheden zijn er niet zo heel veel in Amstelveen. Daarvoor moet je echt naar Amsterdam gaan. En misschien zijn dat wel de dingen die ons als jeugd wel boeit.
moet je geen geld aan. Hoe je dat wilt doen. Shopcreatief.com te gaan. Je ziet er een hele hoop. Want de audiocombinatie heeft ervoor gezorgd, onder andere, dat je straks een gratis rijbewijs kan krijgen als je rijexamen hebt gedaan. Het beste is. En wat is het beste? Wij willen een Ik zal even vertellen wat de bedoeling is. We hebben hier 3 microfoons staan. We hebben 4 stellingen uitgekozen. CDA, Jan-Willem Groot. Dankjewel, mijn naam is Jan-Willem Groot, ik ben van het CDA. En ik...